Thorbecke's grondwetswijziging had in 1840 het Nederlandse politiek bestel wel gemoderniseerd, maar dat betekende niet dat iedereen ook automatisch tevreden was met de manier waarop het in de Nederlandse politiek eraan toe ging. Zeker in de tweede helft van de 19e eeuw waren er een aantal grote politieke kwesties. En die hebben we eigenlijk in de afgelopen paragrafen al behandeld. Aan de ene kant was daar de kiesrechtkwestie. Steeds meer mensen vonden dat het kiesrecht uitgebreid zou moeten worden. Meer mensen zouden dus moeten mogen stemmen. Daarnaast was er de schoolstrijd waar die confessionelen voor gingen strijden. En dan was er ook nog die sociale kwestie, die slechte werk- en leefomstandigheden van die arbeiders. In paragraaf 2.4 zullen we zien dat er aan veel van die kwesties een einde gaat komen. En dat komt onder andere door het algemeen kiesrecht. En in ons boekje staat dan dat deze paragraaf gaat over de vraag hoe kwam het algemeen kiesrecht tot stand. Maar dat is eigenlijk niet voldoende, want ook die schoolstrijd en die sociale kwestie zullen voorbij gaan komen. Oké, die drie grote politieke kwesties is nog even één keer uitgelegd. De kiesrechtkwestie, de schoolstrijd en de sociale kwestie. Wat waren ze ook alweer? Die kiesrechtkwestie ging over de vraag wie er kiesrecht had, wie er mocht stemmen. Veel mensen vonden dat er algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen zou moeten komen. In die schoolstrijd daar stond de financiering van het onderwijs centraal. En de confessionelen vonden dat er financiële gelijkstelling van openbare en bijzondere scholen zou moeten komen. Vind je dit een beetje vaag? Kijk dan even terug naar de video van 2.2. En dan heb je de sociale kwestie. En die draaide om de verbetering van de leef- en werkomstandigheden van de arbeidersklasse. Dat waren dus de doelen van die drie strijden. Nou, we zullen eens even gaan kijken wie waarvoor streed en wie was het waarmee eens. Want we hebben nu dus eigenlijk vier grote politiek-maatschappelijke stromingen in Nederland gezien. De liberalen, de protestanten, de katholieken en de socialisten. Nou, die kiesrechtkwestie was natuurlijk al een heikel punt sinds die grondwetswijziging van Thorbecke. Want daardoor was het bestuur wel iets gedemocratiseerd, maar nog steeds was er maar een heel klein deel van de bevolking dat mocht stemmen. Dat zie je daar bovenin staan, dat kleine driehoekje, alleen mannen uit de gegoede burgerij die mochten stemmen. Er was immers dat censuskiesrecht. Kiesrecht op basis van een bepaalde drempel, in dit geval de vraag hoeveel belasting men betaalde. Betaalde men niet genoeg belasting, mocht men niet stemmen. En steeds meer mensen vonden dus dat het kiesrecht uitgebreid moest worden. En ja, wie waren daar dan voor? Wie vonden dat een goed iets, die kiesrechtuitbreiding? Dat waren onder andere de socialisten, want die kwamen op voor die arbeidersklasse en die wilden dus ook graag dat de arbeiders kiesrecht zouden krijgen. En dat waren de linksliberalen, de vooruitstrevende liberalen zou je kunnen zeggen, de mensen die verandering wilden. En ook de links-antirevolutionaire. De linkerkant van de protestanten vonden dat ook. Net als de feministen die gingen strijden voor vrouwenkiesrecht. Nou, wie waren er tegen uitbreiding van het kiesrecht? Dat waren de conservatieve liberalen. De mensen die alles wilden conserveren, behouden zoals het was. En dus ook de conservatieve confessionelen, de antirevolutionaire en de katholieken. Maar langzamerhand werden de grenzen van het censuskiesrecht opgerekt. Steeds meer mensen mochten stemmen. In 1887 was er een grote grondwetswijziging waardoor steeds meer mensen mochten stemmen. En in 1917 kwam er algemeen mannenkiesrecht en passief vrouwenkiesrecht. Je ziet dat de rechterkant van die bevolkingspyramide nog niet geheel oranje is gekleurd, want vrouwen hadden alleen passief kiesrecht. Er mocht op ze gestemd worden, maar ze mochten zelf nog niet stemmen. En als dan in 1918 de eerste verkiezingen zijn, waarbij dat passief vrouwenkiesrecht geldt, dan wordt er in totaal één vrouw in de Tweede Kamer gekozen. En dat is natuurlijk heel erg weinig. Maar een jaar later, in 1919, volgt er ook algemeen vrouwenkiesrecht. Oké, daarmee is die kiesrechtkwestie eigenlijk opgelost. Dan door naar die schoolstrijd. Nou ja, wie waren er voor financiële gelijkstelling van de bijzondere en de openbare scholen? Wie vonden dat goed? Dat waren natuurlijk die confessionelen, de katholieken en de protestanten. Ze hadden eigenlijk een beetje een hekel aan elkaar, want ze vonden allebei dat ze een verkeerde versie van het christendom aanhingen, maar hierin hadden ze elkaar echt gevonden. De liberalen daarentegen, die waren tegen financiële gelijkstelling van het onderwijs. En waarom vonden zij dat? Nou ja, dat gaan we eens even op een rijtje zetten. Die liberalen die vonden dat ieder kind recht had op onderwijs. Maar zij vonden ook dat onderwijs neutraal godsdienstig gegeven moest worden.
En er moest dus niet gekeken worden naar de afkomst van iemand. Nee, mensen moest niet een bepaald geloof opgedrongen worden. Iedereen moest immers vrij worden gelaten, en die liberalen zijn voor vrijheid. Iedereen moest immers vrij worden gelaten om zelf zijn eigen keuzes te kunnen maken. En ieder kind was dan ook welkom op een school. De confessionele, en ik zie dat ik een typfout heb gemaakt, uiteraard moet confessionele op het schoolbord ook met twee S'en zijn, die vonden dat niet ieder kind op het school welkom hoefde te zijn, want zij wilden bijzondere scholen oprichten op basis van een bepaalde geloofsovertuiging. In die grondwet stond vrijheid van onderwijs, nou dan moet het ook kunnen dat we onze eigen scholen oprichten en dat die dus ook subsidie krijgen van de regering. Waarom is er anders immers vrijheid van onderwijs? Nou, daarover ging de strijd. Dat was ook de reden dat die confessionelen heel sterk opkwamen en zich onder andere gingen verzuilen. En de vraag is, zou er een eind komen aan die schoolstrijd? Nou, dat zullen we zo zien, maar eerst even door naar die sociale kwestie. Die ging over die slechte werk- en leefomstandigheden van die arbeiders. Wie vond dat die werk- en leefomstandigheden verbeterd moesten worden? Dat waren uiteraard de socialisten die opkwamen voor de arbeiders. En dat waren ook weer die vooruitstrevende liberalen, die zagen dat het zo niet langer kon. En datzelfde gold ook weer voor die vooruitstrevende antirevolutionairen. Mensen die vonden dat de overheid zich niet moest bemoeien en geen sociale wetten uit moest gaan voeren, dat waren de volgende mensen. Dat waren die conservatievelingen, die conservatieve liberalen en die conservatieve confessionelen. Ja, en dan breekt het jaar 1917 aan. Een hele belangrijke grondwetswijziging wordt doorgevoerd, die ook wel bekend staat als de pacificatie, de vredesluiting. Want op de grote drie politieke kwesties wordt vrede gesloten in 1917. Er wordt iets over beslist in die grondwetswijziging. Wat wordt er beslist over de kiesrechtkwestie? Over die kiesrechtkwestie wordt het volgende gezegd, en dat zei ik net ook al in de video. Er komt algemeen mannenkiesrecht en passief vrouwenkiesrecht. En nogmaals, in 1919 zou er ook algemeen vrouwenkiesrecht komen. Over de schoolstrijd wordt beslist dat openbare en bijzondere scholen voortaan hetzelfde behandeld worden door de regering. Allebei de scholen krijgen evenveel subsidie. En die sociale kwestie, ja, die werd niet per se in 1917 opgelost. Maar wat we eigenlijk vanaf 1900 al zagen gebeuren, is dat er steeds meer sociale wetgeving kwam, die het lot van de arbeidersklasse verbeterde. En 1917 kun je dus met recht een belangrijk jaartal in de Nederlandse geschiedenis noemen.